Yo kijkers van Gewoon Gerlof, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag zit ik op play.nlkingdom.nl. En ja, Brammetje zit ook in mijn kingdom. Hallo. Hij is de gids van het kingdom. Mijn kingdom heet Xerath. Dus ja, zo heet mijn kingdom. Ik ben een, ongeveer anderhalve dag bezig. En we hebben al behoorlijk wat staan. En ja, ik mag ook een rank weggeven van deze server. Dus wil je nou Donator Plus of zo heet die rank winnen? Is een rank van 25 euro. Vergeet dan zeker niet op mijn kanaal te abonneren. En comment allemaal even GG in de comments. En dan kies ik daar één iemand van uit. Dan kan je als het goed is vliegen. Ja, je bespaart 25 euro. Dus die rank heeft behoorlijk wat perks. Join ook mijn Discord als je in mijn kingdom wil. Moet je even een ticket maken. Dan hebben we even een interview. En ja, we zijn al erg lekker bezig. En dan gaan we nu eventjes naar mijn leger toe. Wat ik momenteel al bij elkaar heb. We zitten in de sneeuwbiome, zoals jullie zien. En ja, we zijn echt met een groot leger. Dit zijn ze. Jongens, gaan ze allemaal netjes op een rij staan. Dan gaan we ze allemaal eventjes bij langs. Daar hebben we Elwin daarboven staan en iDisplays. Nou, we hebben New Ghosty, Brammetje, Seppo, niet Leo. En hier Succeer nog. Fedion zit er ook in van Upgrade. Nickboy is heel actief. Cloud Nigo. Verwarming. Allemaal frisky spelers ook wel. Mr. Obsidian. Jongens, wie kan er dansen? Dansen? Ah, een paar. Alright. Tijn de Beast. En iemand 45. En hebben we hier ook nog frisky staflid. Close One. En dan, ja, dit is in principe ons land. We hebben hier behoorlijk wat farms. En, ja, en dan hebben we ons beginspantje. En begint ons eerste huis al. Maar we hebben nog genoeg plek in het kingdom. Het is een hele actieve server. Ik laat ook eventjes zien hoeveel mensen er online zijn. Momenteel zijn er ook 99 mensen online. Dus we gaan nu eventjes met z'n allen toe naar onze ally. En dan gaan we onze plannen bespreken, jongens. Let's go. Alright, jongens. We zijn nu aangekomen op locatie Kaderar. Nou, we zijn hier met de boys van Kingdom Xerath. En jongens, Daro is een grote fort. Het is onze ally. Dus ja, wij gaan dit eventjes officieel maken. We een vergadering, plannen bespreken. En dan, ja jongens, loop maar mee. Yo. Krintjes pakt. Ja, voel je me. Oké, grapje, grapje. Maar, ja, wij ja. Zijn ook, ik pak kills, maar we zijn ook echt gewoon derp kills. Kijk maar. Alright. Wie heeft allemaal Badline Client, jongens? Gaan ze dansen. Ziek veel mensen die dansen. Alright. Nou, nou ja. Je hebt Fly, dus kom maar. Alright, jongens. Kingdom. Yes, kom maar mee. Volg mij maar. Ik ben hier. Waar ben je? Achter, links. Zie je niet. Achter. Oh, ja, dat is de hoofdstad, zeg maar. Bijna af. Moet er nog huisjes en deels van de muur. Mm-hmm. En ja, verder. Huisje moet je huren. Waarschijnlijk wordt de prijs wel aangepast, omdat het een beetje duur is. Maar ja, boeien. Ja. Ja, hoofdgebouw. Hebben ik en Build Machine gemaakt. Sluit ik hier maar. Oké, okay, mooi. Als je binnenkijkt, hebben wij een vergaderzaal. Dit is de deur? Yes. Oké, okay, jongens, iedereen door de deur. Oké, okay, als je links gaat, dan hebben we de spawn. In, oh, bij de beacon. Okay. Oh, die beacon is gegriefd, maar ja, Rebel Rollback we zo wel. Als je omhoog gaat. Ja? Dan hebben we hier de hertogenopslag en de ranks. Alright. Yes. Nou, dat was het op zich een beetje, maar we hebben op het begin. Als je volgt, dus ik ben weer bij de uitgang. Bij de ingang. Oh, dan worden die cobwebs geplaatst, joh. Yes. Alright. nou, laten wij maar op de tafel zijn. Staan. Yes. Hier. Pak maar een stoel. Jongens, voor de mensen die geen plek hebben, sta maar even achter dan ofzo. Als je niet een zitplek hebt. Fedion, ga dan maar staan op dat, die leaves daar. Oké, okay, Sander, dan gaan wij weer op de tafel. Nu. Hey, Shadow. Hey, Dean, even van tafel. Dean. Ja, hey. Oké. Dus ja, de plannen. Wat zijn we van plan? Wij zijn nog niet helemaal sterk voor oorlog. Yes, ik heb een plan.
Dus het komt nu in me op. Je mag per kingdom 2 hertoggebieden inzetten. Dus ergens anders mag je dat claimen. Dus het idee lijkt mij gewoon samen één groot fort bouwen. Op een andere plek. Dus zeg maar tussen ons land in, dat lijkt me wel het fijnst. Je kan ook we hebben op zich wel een redelijk groepje, dus het is op zich wel mogelijk. Ja, wij hebben ook... En met wie hebben jullie vooral oorlog? Kratos, Noret en Ashanti. En ook Redfine. Oké, nou dan hebben wij daar dus ook automatisch oorlog mee. Yes. Onze hoofdenemy is wel Redfine en Ashanti, omdat die wat actief zijn. Kratos is meer een meme, maar... Nou, ik denk dat het met dit leger wel moet lukken, of niet jongens? Yes. Dat moet wel goed komen. Dit zijn niet eens ons als PvP'ers. Dus... Nee, ik denk als we met z'n allen online zijn, dat het echt oorlog is, dat we echt wel met 40, 50 man zijn. Ja, tuurlijk. Alright. Er worden allemaal dispensers hier neergezet, joh. Ja, ze willen jou met snowballs hitten. Oh. Alright. Jongens, dan eindigen we deze video met mag ik een GG. En dan, jongens, mag ik een GG in de public chat. Dus ik vind dit een hele geslaagde video. Ik mag dus ook een rank weggeven hebben met 1-0 aan Ally. En dan, jongens, ik vind het echt ziek. We hebben echt een super grote Ally al. Dus de eerste volgende oorlog die eraan komt zal zeker nice zijn. Dus tot de volgende video. Later. Alright jongens, doe het tegelijk in de chat in 3, 2, 1... Sharecut, let's go, we nemen de wereld over. Oké, Ik ga nu ook een Discord maken voor ons. Ik noem hem ook gewoon Sharecut, waarom niet? Alright. Jongens, let's go.